Was die jongen geweest, was ik net zo gelukkig geweest met het feit dat ik een baby krijg en zwanger ben. Zijn wij bereid? Ik ben heel boos. Dit voor de baby. Ja, als de baby 1 jaar is. Het is gewoon heel lastig als je de helft van de week hier niet bent. Je laat je huis echt zo op zijn allerschoon, zijn allernet, helemaal leeg achter. En hier zie je dan weer overal spullen. Alle bakjes die hier staan, zijn de bakjes die ik niet mooi genoeg vond om mee te nemen. Bed je beter niet bij het raam? Denk ik 6 per maat of zo. Het is heel erg last van rusteloze benen. Je kan mensen gewoon uitschelden omdat je het niet eens bent met de advertentie. Schattig, je ziet wel echt een babytje. Maar er is geen enkele afwijking gevonden. Ik vind het zo onvoorstelbaar. Zoveel schade gemaakt, ook er even bij stond. En dan mevrouw, ik kan niet voorkomen dat er schade is. En dan moet ik altijd weer alles gaan uitruimen. Ik snap niet hoe mensen niet kunnen tillen als ze zwanger zijn hoor. Je denkt, daarom doe ik dit huis weg. Maar ja, ik wil gewoon mijn leven helemaal daar hebben. Super veel zin om weer samen te wonen. Het liefst ben ik wel gewoon lekker daar. Good morning. Ik heb lekker uitgeslapen. Ik had zin in yoghurt, maar ik heb per ongeluk zoete yoghurt gekocht. Dus ik heb zoveel mogelijk van die saus weggeschept. Oh, maar vind ik echt niet lekker. Maar ik ga dus deze muesli erbij eten. Maar vet zonder dat het zoete yoghurt is. Vind ik echt niet lekker. Christmas cookie muesli. Ik had er even een keer zin in. Hoe schattig is dit trouwens? Oh, ik heb echt zoveel zin in een lekkere, goede Griekse yoghurt. Zonder fruitsaus. Aan het begin van mijn zwangerschap vond ik die muesli met... In Zwitserland had ik dat met die fruitsaus, om het maar zo te noemen. Hoe noem je dat? Nu vond ik dat echt niet. Nou, lekker ontbijtje. Even wat anders dan een ei. Ik eet al weken 2 eieren. Ga ik ook vandaag weer eten hoor. Goedemorgen allemaal, het is donderdag. En dat betekent dat het alweer tijd is voor een nieuwe weekvlog. Ik vind het helemaal lekker deze begin- en einddag van mijn vlog. Nou, even voor de realiteit. Dit is de before van mijn huis. Oh, zoek de verschillen jongens straks. Dit, oh my god. Balkon moet ik gaan opruimen. Nou, dit is netjes maken, is iets voor werk. Maar alles moet leeg en zo. Dit mag ook netter de kast. Dat is echt verschrikkelijk. Dit moet ik gewoon gaan opruimen, maar ook gaan leegruimen. Dat is allemaal veel te vol. Dat op de dingen ligt van alles. En hier ook. Allemaal dingen er... Oh, ik zit vast aan een kabel. Dingen erop. Opruimen, opruimen, opruimen. Badkamer ook, gang ook, slaapkamer ook. Oh, hi. Dus ja. Ik ben lekker bezig, mijn vlog is bijna klaar. Ik ben heel veel aan het opruimen. Ik vind een kapstok, moet ik zeggen, er best wel kaal uitzien zonder jas. Maar ik kwam erachter dat hier dus ook best wel wat schade achter zat. Dus ik heb dit zelf gedaan met die kwast, want die haar heeft gebruikt. Die is al weg, die rolder. Als je dit nu ziet, denk je, oh nee, wat heb je gedaan? Maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Hier lekker dingen in mijn bed aan het wegproppen. En ja, zo zijn we lekker bezig. Hoppa, hoppa. Ik vind het toch niet zo... Ja, ik vind het te groot, die bloemen daar. Oké, het is 5 uur. Ik kom net uit de douche. Ik kom 5 voor 5 douchen. Papa komt om 5:30. Hij komt nog even boven, zei hij. Oh, deze is op. Ik heb dus net de gender reveal vlog online gezet. Want ik dacht, ja... Anders kan ik dat behangen weer niet delen. En ik vind het irritant dat ik zoveel niet kan delen. Ik wilde het helemaal niet bewust zo lang geheim houden. Het is gewoon omdat... ik wilde dat het gelijk liep. Maar er is nu nog maar 1 video. Volgens mij die van... 10, 11, 12 weken zwanger. En dan zijn er al geen extra video's meer, helaas. Of hij moet zo lang zijn dat ik hem nog kan spitten. Maar ik wou dus nog heel eventjes ingaan op het onderwerp. Het uiten van je mening over een geslachtsvoorkeur. Oké, kijk. Ik weet, ik hou ervan om gewoon je mening te geven. En ik vind tegenwoordig in het leven moet je heel erg nadenken over wat je zegt. En ik weet het allemaal. Ik zou dat allemaal kunnen zeggen. Maar ik vind het vanzelfsprekend. Ik vind het vanzelfsprekend dat je blij bent dat je een kind krijgt. Dat het zo makkelijk is gelukt. Dat het maakt geen reet uit. Of ik een jongen of een meisje krijg. Dat ik een babytje krijg is alles wat ik wil. Weet je wel. Als het maar gezond is. 100%. Maar ik ben niet iemand die dat allemaal benoemt. Want voor mij is dat gewoon zelfsprekend. En dat vind ik een soort standaard riedel. En ook iets wat tegenwoordig van je verwacht wordt dat je dat zegt. En ook... Tegenwoordig is het ook best wel normaal om bijvoorbeeld niet je voorkeur te uiten voor iets. Ook weet ik dat als je een meisje krijgt, dat er een kans is dat ze zich geen meisje voelt. Dat ze zich een jongen voelt. Of dat het een meisje is die houdt van jongensdingen. En ik weet ook dat je meisjes en jongensdingen ook niet zo typeren. Weet je, ik weet het allemaal. Maar even als je heel erg ouderwets of gewoon heel sec kijkt, jonge meisje. Nou, houden meisjes
vaak meer van bepaalde dingen en jongens vaak meer van bepaalde dingen. Hoeft niet altijd zo te zijn. Maar een baby, die kan nog niet vertellen dat hij of zij zich niet zo voelt. Die kan ook geen voorkeur uitspreken voor ik wil roze eenhoorns of ik wil groene dino's. Kan ook een jongen zijn die houdt van eenhoorns. Ik weet het allemaal. Maar ik vind gewoon het niet nodig om dat steeds helemaal te benoemen, omdat ik het heel vanzelfsprekend vind. Zo wilde ik eigenlijk ook altijd eerst heel graag een jongen. Maar mijn reden daarvoor was dat ik het nooit leuk vond dat ik oudere zus was. Dat ik heel graag had gewild dat hij de oudere broer was. Dat is ook weer stereotyperend, want dan kon hij stoer mij beschermen en naar het schoolplein komen en stoer doen. En een oudere zus. Broertjes pikken vaak ook minder dan zusjes van broers. Dat zijn allemaal meningen, dingen. Zo kijk ik ernaar. Maar waarom ik nu heel graag een meisje wil, is omdat ik dus heel erg hou van meisjesdingen. Nou, als ze wordt geboren, kan ze nog niet zeggen dat ze het behang niet leuk vindt. Dus ik kan lekker een roze behangetje uitkiezen waar ik van hou. Ik kan lekker meisjeskleding kopen waar ik van hou. Typische meisjeskleding. Eerste jaar kan ik lekker roze speelgoed en hoef ik geen dino's te kopen. Maar kan ik lekker schattig bollige dingetjes en daarom. Maar ook omdat er in heel familie is er één jongen, verder zijn het allemaal meisjes. Meisjes vinden het gewoon heel leuk om met meisjes te spelen als ze jong zijn. Is heel vaak zo. Ook niet alle meisjes, is ook wat over te zeggen. Snap je? Ik snap echt wel dat overal wat over te zeggen is. Maar ik vind dat ik dat dus niet steeds hoef te benoemen. Dus dat doe ik nu alleen even. Oh, ik ben snel buiten adem. En mijn vriendinnen hebben allemaal meisjes gekregen. En dat klikt gewoon vaker leuk. Dat zie ik gewoon in het leven. Ook vrienden met een jongetje. De rest allemaal meisjes. Aan Hilskant zeg maar ook. Overal. En dat is toch lastiger voor zo'n jongen. Dat is echt een typisch... Nou, ook een jongen die ook van meisjes dingen houdt. Maar toch. Nou, zo dus. Dus meisjes vinden het leuk met een meisje. Mijn bonusdochter heeft een hele duidelijke voorkeur voor een zusje. Wat ik ook begrijp. Een jongen was net zo leuk geweest. Maar dat is haar voorkeur. Dus er zijn gewoon veel redenen waarom we nu een meisje heel leuk vinden. Heel heeft al een dochter. Dat vindt hij heel leuk. Dat klikt onwijs goed. Dus voor hem is het ook weer een soort veilig gevoel van nog een meisje. Ik weet hoe het moet. Ik weet hoe het werkt. Ik weet ook dat meisjes vaak als ze ouder worden veel minder aardig zijn tegen hun moeder bijvoorbeeld of vader. En dat jongens vaak liever kunnen zijn of minder puberen. Maar ook daar niet iedereen kan je over één kam scheren. I know. Maar dit is dus waarom ik blij ben met een meisje. En waarom ik ook durfde te zeggen dat ik een mini voorkeur had van een meisje, voor een meisje. Was de jongen geweest, was ik net zo gelukkig geweest met het feit dat ik een baby krijg en zwanger ben. Dat te hebben gezegd. En ik prijs mezelf dus heel gelukkig dat het zo makkelijk is gelukt. Maar ik vind het gewoon niet dat ik dat de hele tijd allemaal hoef te benoemen. Want ik wil gewoon zeggen wat ik denk. En in mijn eerste zwangerschapsvideo, toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, heb ik ook heel veel weggeknipt. Want ik had heel lang gepraat over het feit dat het me zo verschrikkelijk lijkt als je niet zwanger kan worden. En dat het bij mij zo makkelijk ging. En daar heb ik heel lang over gepraat. En die heb ik uiteindelijk weggeknipt. Want ik vond dat ook weer lullig om dat zo te benoemen. Om dat zo te benadrukken dat het bij mij goed lukte. Dus er is ook wat over te zeggen als je heel erg de negatieve kant gaat benoemen. Als ik heel erg inga op, ik ben blij dat ik een gezond kindje krijg. Weet ik dinsdag pas. Maar dat het zo makkelijk ging dit en dat. Dan vind ik het ook weer... Ja, er zijn ook mensen bij wie het niet lukt die dat misschien heel pijnlijk vinden. Van waarom benadruk je zo erg dat het bij jou goed lukt? Dus ja, ik wil er gewoon niet te veel over nadenken hoe het voor anderen overkomt. En gewoon heel erg in mijn vlogs gewoon delen hoe ik erin sta en hoe ik het voel. En als ik heel graag nu een meisje wil ik dat ook zeggen. En ja, als we nog een kindje mogen krijgen, hoop ik wel dat de jongens, want ik wil graag een jongen en een meisje. Is het een meisje, ben ik net zo blij. Tuurlijk, maar je mag heus wel een voorkeur hebben en uiten. Nu moet ik opschieten. Doei, ik ga zo eten, lekker. Zijn wij bereid? Ik ben heel boos. Toen ik tegen jullie aan het praten was, had ik een gemiste oproep om 1 over 5, dus na kantoortijden. Ik bel om 5 over 5 terug. Voice mijn bericht, hallo, er is iemand ziek. Ze hebben echt 100 fotografen daar, dus we komen morgen niet. Het is dat ik nog niet alles aan de kant heb gezet, maar ik heb allemaal dingen opgeruimd, zoals mijn brood ergens verstopt, mijn eieren ergens verstopt, mijn jassen, omdat het allemaal aan de kant moet. Ben je de hele tijd mee bezig? De hulp heeft dinsdag alleen maar oppervlakkig dingen voor het zicht schoongemaakt. Zoals de ramen en de beglazing buiten en de balustrade buiten en zo. Wat dus over een paar dagen weer vies is voor de fotograaf. En dan zeggen ze af. Je moet zelf 48 uur van tevoren afzeggen. Zij zeggen gewoon...
minder dan een dag van tevoren af, na kantoortijden, waardoor ik nu niet eens meer kan terugbellen. Ik ben echt heel boos, maar ik moet me nu echt gaan klaarmaken. Nou, kom eens hier. Ja. Ik zal het je nog een keer geven, schat. Ik vergeet altijd te filmen als jullie hier zijn. Omdat jij en Olivier zo ontzettend lief de huisdieren hebben verzorgd en op zo'n goede manier, alsjeblieft. Lekker. Uit Italië. Lekker. Super lekker. Dank je. Lekkerder wordt het niet. Normaal zou ik hem hier zetten, maar omdat er een fotograaf komt, ooit. Ja. Zet hem even hier. Ik heb hier nog dit verjaardagsschat, schat. Limited edition van. Merci. En Duitsland. Lekker. Zwart-wit. Black and white section. Heel lekker. De allerleukste spaghetti die je me voorstellen. Oh. Niet breken, want dat is niet leuk. Het leuke is juist dat hij zo lang is. Zo. Dus je moet hem één keer zo laten zakken wachten tot hij klaar is. En nou weet ik hoe belangrijk het vind dat ik zelf dingen voor jou uitzoek, hè? Toch? De baby? Ja. Dit voor de baby? Ja. Als de baby 1 jaar is. Zijn het schoenen? Nee. Hè? Waarom? Het ziet er echt heel mooi uit. Hey joh. Jacquard in Paris, het lijkt heel luxe. Is het ook? Oh my god. Dat is echt spannend. Waarom is dit zo chic? Als ik het geef, geef ik wat goeds. Oh, wat schattig. Is het een regenjas? Een soort van jas. Oranje binnenkant met een roze en oranje bloemetjes erop. Oh, wat mooi. Mooi, hè? Ja. Oh, dit is zo schattig. Ik heb nog geen jas voor. Ja, ik heb 1 jasje. Het is pastel, hè? Je wou pastel, toch? Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Oh my god. Waar komt dit vandaan? Uit Zwitserland, ja. Oh, dat vind ik zo leuk. Kijk nou, dit ziet er, je ziet ook echt dat dit een hele mooie jas is. Oh, ook echt iets voor jou, wat jij uitkiest, maar wat ik dus ook echt mooi vind. Oh, ik vind het heel mooi. Ja, echt waar? Ja, ik vind het echt heel schattig. Het is gewoon, je ziet zo'n popje, ziet je er al op als zelfs. Ja, dat is niet normaal, dat vind ik zo leuk. Ik vind sowieso iets krijgen van mijn nieuwe vrienden echt geweldig. Ik had natuurlijk helemaal niet nagedacht over de seizoenen en zo van... Uitrekenen, oké, over 1 jaar ja, als het kind geboren is. Dat is nou, weet ik niet. Jawel. Maar het is gewoon als 1 jaar. Kijk, dit kan je ook nog wel aan als je allemaal. Ik weet niet hoe lang het. Ik weet het niet, maar ik vind dat je ook best een jas te groot moet aan doen, hoor. Ja. Maar dit is mooie kwaliteit. Het is heel zacht. Ja. Ah, en dat vind ik echt heel leuk. Is dat leuk? Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Maar 1 jasje. In ieder geval heeft ze 1 jasje. Hoe geweldig als je haar hierin ziet ook. Als jij dat hebt gegeven. Tuurlijk. Ja, dat vind ik echt geweldig. Okay. Oh, heel lief. Nou, ik ben blij dat je het leuk vindt. Wees er heel voorzichtig mee. Hou het lekker in doos genomen. Er kan niks meer gebeuren. Dat zit er nou in, hè? Dat is er heel mooi in. Lekker maar. Ik kan het wel. Of wij zijn in de kledingwinkel gemerkt. Oh, zo leuk. Heel schattig. Niet normaal. Echt extreem mooi. En ook nog waterafstotend. Ja. Kijk hoe papa dat doet. Oh. Ik hou van emotie in emotie. Eerst was ik heel blij omdat mijn vlog online kwam, toen was ik boos door de makelaar. Jacquard heet het. Heel mooi. Jacquard Paris, wauw. Ja. Wachten. Geweldig. Nou, ik hoop dat ze er blij mee is. Normaal leg ik alles meteen in mijn auto, maar dit durf ik niet in mijn auto te leggen. Straks wordt het ingebroken. Ja, ik zou ga morgen pas mee nemen. Morgen dan heb ik de pasta ook mee, want dat vindt mijn bonusdochter leuk. Ja. Maar ze moeten het niet breken. Nee, dat is fantastisch. Leuk is juist soms zo heel lang. Mooi, die jas. Ik heb helemaal zin om het aan te trekken. Ja, tuurlijk. Zo schattig. Maar ik moet nog een jaartje wachten, anderhalf jaar wachten. Oh, zo schattig. Ja, heel leuk. Hé, hey, even kijken. Als ik even het adres nu in... Of, hoe heet het adres ook al weer? Nesh? Eshpita. Oh ja. Zo leuk. Ik wilde eigenlijk even naar kijken. Ja, papa en ik gaan dus uit eten bij het restaurant van de man van Raquel, met wie ik toen, mijn oude Zumba-juf met wie ik toen heb gefilmd. En daar wilden we al heel lang heen.
volgt op Instagram en het ziet er zo lekker uit. Niet normaal. Dus ik heb ook expres niet te veel gegeten, want ik heb helemaal zin om daar te eten. Kijk eens of het adres klopt. We zijn er en het is zo druk. Alles ziet er zo lekker uit en het ruikt echt waanzinnig. Niet normaal. Ik kan nu al niet kiezen. Oh my god. Hoeveel pepers? Ja hoor. We moesten echt deze pizza gewoon proberen. Het ziet er zo lekker uit. Deze geur is niet normaal. Hopen we wilden eigenlijk geen pizza, maar moes. En deze pizza's zijn ook echt niet normaal. Ik denk dat dit de eerste keer in mijn leven is dat ik een pizza net zo lekker ga vinden als bij jou. Denk ik, hè? Maar we gaan het zien. Heel lekker. Goed deeg, toch? Dit broodje heb ik toen dus al mogen proeven in Babbelhap. En die bal ook. Dit is zo lekker. De pizza was ook echt... Voor het eerst dat ik een pizza net zo lekker vind als bij papa. Vind ik echt nooit. Hier, dit is lekker tagina. Het is echt een heerlijk restaurant. Ik ben helemaal fan. Dat doen ze met ijsblokjes, hè? Ik denk het ook. Dit is dus de salade die ik toen met Raquel heb gemaakt in de aflevering. Dat moet je er echt bij hebben. Heerlijk. Ik kook nooit meer en daardoor eet ik ook eigenlijk bijna geen olijfolie meer. Dus misschien moet mijn buik daaraan wennen. Oh, ik weet bijna zeker dat olijfolie is. Zou zomaar kunnen, ja. Werkt laxerend. We hadden een beetje een ongoedaste buik gekregen. Het was wel heel lekker, dus daarom heb ik dit. We hebben die hele plas olijfolie gehad op de hummus. Ja. Ja. En bonen werkt ook bij mij wel laxerend. En er zit ook heel veel olijfolie in de... Oh ja. Dus ik doe dat niet, hè? Geen olijfolie in de hummus. Ik denk hierin wel. Want hij was heel smooth. Doei. Doei. Lekker hoor, het is nodig voor jou. Kijk, ben je helemaal niet meer? Ik denk het wel, ja. Lekker. Morgenavond. Ja, een beetje als lunch. Ik weet nog niet precies. Zou ik morgenavond maken? Ja, maar het is geen volwaardige maaltijd. Misschien een salade erbij maken. Oh, ja, dat is wel lekker. Bye bye. Het eten was echt waanzinnig. Het was heel gezellig. Papa is hier nog ruim een uur geweest of zo. Lekker thee gedronken. Maar ik zat zo snel vol. Eigenlijk wilde ik daar dus geen pizza nemen. Want ik gewoon eigenlijk alleen maar die pizza en alle Israëlische dingen wilde proeven. Maar ik moest die pizza proeven. Die was dus ook heel lekker. Ik vind eigenlijk pizza bijna nooit lekker omdat papa's pizza zo lekker is. Maar deze was echt heerlijk. En ik wilde eigenlijk ook nog lapen en ik wilde dingen mee naar huis. Dus ik heb dat lekker mee naar huis. Maar we hebben allebei echt een opgeblazen buik. Dus wat had ik erover hoe dat kan? Maar het kan door de bonen komen. Tussen de olie. Ik heb pizza's mee. Ik had er één besteld. Dus ik heb er dus vier gekregen. Hoe lief. Oh, wat lekker voor morgen. Neem ik lekker mee naar Zoetermeer. Oké, dit keer eventjes de vaatwasser uitruimen voor ik wegga, zodat hij maandag lekker leeg is. Ik had even allemaal glazen erin gedaan, want die waren helemaal vies geworden in de kast. Dat is fijn, dat is weggewerkt. De laatste was het in de droger. Wasjes zijn ook allemaal weggewerkt, nou, of een paar sokken na. Dus dat is ook een fijn idee. Ik neem even dit mee. En wat ook heel fijn is dat ik eindelijk thuis was toen de robot werd bezorgd. Het is 2:05. Ik wilde heel graag om 2:00 weg, zodat ik om 3:00 weg kan rijden van de sportschool. En hij zou tussen vanochtend 4:45 bezorgd worden. Ik dacht, want als je dit mist, moet je dit dus gaan ophalen. Helemaal midden in het centrum, heel onhandig. 15 kilo wat ik niet mag tillen. En ik was zo blij dat het werd bezorgd. Oh my god, geweldig. Eindelijk mijn nieuwe robot. En ik heb weer dingen van Coro gekregen. Eerst even weer mijn toilettas inpakken. Want we gaan er weer vandoor. Zo gaan we elke week. Nou, volgende week... Oh ja, volgende week moet ik door de week. Want dan moet ik mijn echo dinsdag. Trouwens, even serieus, hoe bizar zijn buren-apps. Ik heb dus één setje filters nodig voor mijn afzuigsysteem. Want die moet vervangen worden. Dus ik denk, ik vraag aan de buren, willen jullie ook? Nou, vet veel mensen wilden. Dus dan ben ik sowieso bezig met tikkies. En prima, bla bla bla. Dus ik hoopte dat het nu overdag of gisteren zou worden bezorgd. Want dan was ik er. Maar nu wordt het dus vandaag om 5:00 bezorgd. Dus dan vraag je van, is er iemand anders thuis? En dan is er gewoon niemand die reageert of thuis is. Toen zei ik, is er dan iemand morgen thuis? Ook geen reacties. En toen zei ik, ja, ik ben pas maandagavond thuis. Maar ik ben dinsdagochtend weer weg tot donderdag. Dus ook niet handig. Geen reactie. Gaat iemand anders reageren die niet heeft besteld? Dat mag wel bij mij. Toen zei ik, ja, dat vind ik dullig. Dan moet iedereen bij jou zijn filters gaan ophalen. Ja, dat vind ik ook niet netjes. Maar denk ik, hoe kan er niemand ooit thuis zijn? Dus nu heb ik gezegd, nou, ik ben donderdag weer thuis. Dus over een week.
Dus dan kan ik het aannemen, maar ik baal wel. Want als ik het alleen voor mezelf had besteld, had ik het in Zoetermeer laten afleveren. En hij moet echt, er staat echt error van, hij moet echt vervangen worden. Ik denk, ja, als we dat met z'n allen bestellen, waardoor we allemaal 20% korting hadden en ik heb het besteld. Hoe kan het nou dat niemand eventjes thuis is om het aan te nemen? Hoe dan? Hoe kan er niemand op vrijdagavond om 5 uur thuis zijn? Nou ja. In ieder geval, ik heb weer bij Cora mogen bestellen. Mocht je ook willen bestellen, Charlotte-5 in hoofdletters is mijn kortingscode. Ik heb niet heel veel staan. Dat komt omdat ik dit keer ook matcha heb besteld, wat duurder is. En ik heb mega veel potten kimchi besteld. Die zitten nog in die doos in de gang. Want dit vind ik dus zo lekker. Deze had ik deze vorige keer ook? Ja, die heb ik vorige keer laten zien. Nou, die was meteen op na een paar dagen. Van kimchi tosti. Ik neem jullie ook mee naar Zoetermeer. Kunnen we dat lekker in de pita broodjes doen. Maar dit is dus mega chill. En wat me ook echt heerlijk leek, is om weer kastanjes te kopen. Dus voorgekookte kastanjes. Gegaarde kastanjes. Puur. Zo ontzettend lekker. Ik kan niet wachten om dat te gaan eten. Dat vind ik echt heerlijk. En de vorige keer vertelde ik al over deze waanzinnige walnoten. Dus ik dacht, ik koop gewoon een megapak. Het is wel zo. Als je een megapak koopt, is het natuurlijk voordeliger. Maar ik zit wel te kijken, oeh, dit is wel heel veel. En het wordt, al doe je het in een afgesloten pot, weet ik niet of het slim is om in je eentje zo'n grote voorraad te kopen. Want dan gaat het natuurlijk wel minder snel vers worden. Maar ik heb zoveel zin om dit nu te eten. Ik denk dat ik gewoon even een deel meeneem naar Zoetermeer. Ja, dat doe ik. Want ik heb ook nog een glazen pot besteld. Dat zijn echt mijn favoriete potten. Heel mooi ook. Oh, ik heb nu ook echt eigenlijk heel veel zin om walnoten te eten. Want ik heb het dus niet meer gegeten sinds die zak op is. Oh, zo lekker. Maar is zo'n pot nou... Kan je dat nou eigenlijk meteen gebruiken? Nee, hè? Je moet eerst een vaatwasser. Hey, de was is klaar. Perfect. Deze zijn dus ook zo lekker die ik vorige keer had laten zien. Gebruik ik even deze pot. Met mijn laatste pijnboompitje doe ik die in een zakje. Deze zijn trouwens ook van Cora. Als je dus een grote hoeveelheid pijnboompitten wil kopen, is het daar ook heel chill. Deze zijn zo lekker. Helemaal vergeten. Ik heb nu al meer dan een week geen walnoten gegeten. Terwijl het zo goed is als je zwanger bent. En als je niet zwanger bent ook. Ik heb trouwens zo geen zin om te sporten. Ik zat dus te denken. Ik was vet goed bezig 2 keer per week. Het is gewoon heel lastig als je de helft van de week hier niet bent. En ik vind het ook wel een beetje zonde om nu al een dubbel abonnement te gaan nemen. Uiteindelijk moet dat misschien wel. Als ik daar echt heel veel ben. Maar voor nu vind ik dat wel echt zonde. Oh, wat lekker. Gaat deze mee? Die smaak is zo goddelijk. Niet te veel. Heel vet. En ik word ook moe als ik er te veel neem. Ik denk door die vette. In ieder geval. Het is vrijdag en mijn laatste keer sporten. Dat is vorige week dinsdag. Ik heb namelijk 0 zin. Dat heb ik altijd als ik langer dan een week niet ben geweest. Oké, ik heb ook 90% zwarte kersen. Wel ook weer echt een megapot. Ik denk dat ik deze ga bewaren. Voor als ik in Zoetermeer woon. Of voor daar. Want dit krijg ik in mijn eentje niet op. Maar ik vind jam best wel lekker sinds ik zwanger ben. En deze is dus heel veel fruit. Lekker, zin in. En dan krijg je weer een gratis product. Dit keer een Bio Mango Curry Spread. Die doe ik ook naar Zoetermeer. En ik heb een mega zak havermout besteld. Omdat ik merk dat ik heel veel behoefte heb om weer havermout te eten. Ze hebben daar 2 soorten matcha. Allebei heel goed. Deze is nogal duurder. Deze is echt fel groen. Dit is echt de allerbeste matcha op aarde. Deze is echt fantastisch. Die is duurder nog dan deze. Het zijn allebei wel hoge kwaliteit matcha's. En deze is voor heel. Hij hoeft niet die allerduurste. Maar dit ga ik hem dan cadeau geven of zo met Sinterklaas of iets. Ook heel lekker. Dat waren weer mijn aankoopjes. Als je dus iets gaat kopen, gebruik mijn kortingscode Charlotte5. En ik heb dit dus gekregen. Oké, even de laatste dingen afronden. En dan sporten, zo geen zin. En dan hoop ik, maar ik ga weer de file niet voor zijn. Ik ga pas 3:30 wegrijden. En dat is vorige week en dan sta ik in de file. Balen, maar oké. Is oké. Okay. Moet er maar vast aan gaan wennen. Nu ben ik hier. Dus altijd, ik moet altijd eerder moet even inkomen. Want dan kom je dus uit een heel ander soort huis. Gewoon, ik ga dan, als ik wegga, is mijn huis helemaal op zijn aller
cleanst en schoon en lekker. En dan kom je hier en dan ik ga gewoon weg in een heel leeg huis waar niks is. En hier zijn gewoon heel veel spullen. Of zo. Hier wordt gewoon geleefd. Hé, hey, schatje. Jij bent baby. Jij bent mijn eerste baby. Ja, je bent mijn eerste baby. Ja. Nu klopt het inderdaad wat ik zei in mijn vlog. Dat we straks met allemaal meisjes zijn. Toen zeiden mensen, oeh, je verklapt het. Maar ik had het niet verklapt. Maar het zijn wel mijn meisjes. Ja, het zal eens even omschakelen. Gewoon dat je dus, je laat je huis echt zo op zijn allerschoonste, allernetst, helemaal leeg achter. En hier heb je dan weer overal spullen. Wat heel normaal is in mijn huis. Maar dan denk ik altijd, oh ja, ik moet even verwennen. Ik ben weer in een ander huis. En als ik dan maandag in mijn eigen huis kom, denk ik altijd, wat doe ik hier in dit kale huis? Maar ze zijn er denk ik over een uurtje. Dat. Ik ga heel lekker eten maken. Oh, nu ligt het nog in de auto, die hummus en zo. Ik was dus even bij de Aldi, dus ik heb in ieder geval even vast dit, want ik dacht het is leuk. Voor je het weet is het alweer 5 december. En, oh ja, dit was 2 euro. Dat leek me handig om in de vriezer te leggen. Maar er zijn altijd van die dingen, die koop je dan. En dan denk je, had ik eigenlijk misschien niet moeten kopen, maar komt wel op. Ik eet dus eigenlijk helemaal geen vlees meer. Maar ik dacht, dit gaan zij wel heel chill vinden erbij. En dat past er ook wel heel goed bij. Hier had ik zin in. Dan ga ik lekker salade maken. Dit is omdat we maar 3 pita's hebben. Ik dacht, ik doe nog koren wraps erbij. Salade van tomaat, komkommer, citroen en peterselie. Grapefruit, because I need grapefruit. Dit leek me ook nog heel lekker van die snacksla, dat je daar ook wat toppings in kan doen. Deze had ik vorig jaar, die zijn gewoon ontzettend lekker. Dus, maar dit zijn weer van die dingen die moet ik eigenlijk niet kopen, want het belandt dan weer in de voorraadkast. Dit vind ik lekker in de ochtend of überhaupt. Ik wist niet of hij al brood had. Oh ja, ik zie dat hij al brood had. Nou ja, nog een soort licht bruin broodje vanmorgen. Heel grappig, want bij die workshop die ik laatst had verteld aan een vrouw, dat ze dus zegt, weet je wat ik alleen maar at in de zwangerschap? Grapefruit. Ik zei, oh my god, ik ook. Toastjes voor bij het kaasje. En avocado voor... Of vanavond erbij. Ik denk het misschien wel. Is wel lekker. Nou, bij hummus vind ik het wel veel. Dan gaan we nu gewoon lekker op de fruitschaal. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst komkommer en tomaat klein heb gesneden. Ik heb daar echt nooit het geduld voor. Ha, heeft hier echt geduld voor. Ik niet. Maar ik vind het wel weer leuk om een keer te koken. Voor anderen, zeg maar. Voor mezelf vind ik het gewoon niet leuk. En dit is natuurlijk vet leuk. Dat is ook iets wat mijn bonusdochter lekker vindt. Sowieso voor kinderen is natuurlijk alles wat je zelf een beetje kan samenstellen met bakjes. En zelf kan vullen ook top. Niet te veel kruiden en zo. Dit is natuurlijk wel echt heel lekker. Als het zo fijn is gesneden vind ik het zelf altijd ook lekkerder. En ook dan proef je gewoon de liefde. Iemand dat dan helemaal fijn heeft gesneden. Dus ik vind dat wel leuk om even te doen. Maar het duurt altijd lang. Dus daar heb ik meestal geen zin in. Maar nu wel. Geïnspireerd op gisteren. Zo lekker van die fijne blokjes. Je hebt natuurlijk ook van die hele handige hakapparaatjes. Om dit te doen. Ik merk wel dat ik doordat ik toch dingen heb getild. Echt best wel veel last heb van mijn rug. Ook misschien omdat ik niet heb gesport. Ik moet vanavond echt even gaan uitzoeken bij welke sportschool ik wil. Degene waar ik zat. Die is ook wel lekker dichtbij. Maar die is nu al 10 euro duurder geworden of zo. Een paar maanden. Echt balen. Wow, veel komkommer. Wajo. Maak een bakje met en een bakje zonder. Het is ook zo grappig. Alle bakjes die hier zijn, zijn de bakjes die ik niet mooi genoeg vond om mee te nemen. Echt erg. Mensen zeggen ook van, had ik dat niet al gezegd? Van, oh, nu heb je alles dubbel. Nou, ik had gewoon een paar dingen achtergelaten. Want al het servies was bijna allemaal van mij. En hij heeft eigenlijk niet echt dingen nieuw gekocht. Dus dat valt gelukkig allemaal wel mee. Ik baal alleen van die eettafel. Die ik op maat heb laten maken. Want die was gewoon meer dan 1500 euro. En die is gewoon nog helemaal nieuw. Omdat ik zit daar nooit. Ik heb er misschien 5 keer gezeten. Daar ga ik nooit meer dat geld voor krijgen. Dus dat is wel zonde. Maar goed. Oké, het is klaar. Dit is dus kipgyros. Dit is dus die superlekkere hummus van gisteren. Kikkererwten. De salade met en zonder ui. De salade die al bijna op is. Nog wat labne. Avocado. Kimchi. Oh, heigen. Pita's. Wraps. En dit nog. Super lekker. Goedemorgen.
We gaan met Wezi naar de dierenarts omdat we eigenlijk gewoon even een check-up willen doen. Omdat ze al zo lang niet is geweest. Maar ja, krijg haar maar eens in het mandje. Ik denk dus dat ze dan misschien ook denkt dat ze weer weg moet. Ja, daar zitten, gaat ze met jou spelen. Daar moet je heen. Wezi? Wezi. Oh, die vindt ze wel lekker. Hier. Dus ik kijk ze echt aan van... Who are you kidding, bro? Trapt ze hierin? Ik verwacht eigenlijk wel meer van haar dan dat ze hier intrapt. Dus dat is wel een indicatie dat ze er zijn. Hallo allemaal, goedemorgen. Het is inmiddels zondag. En ik heb gisteren dus niks meer gevlogd, want ik werd echt behoorlijk ziek. Maar we zijn dus bij de dierenarts geweest en ze heeft... hoe heet het? We hebben een tandenborstel meegekregen om haar tanden te gaan poetsen. Ze heeft vaccinatie gehad voor de kattenziekte en de niesziekte. En ze heeft op haar huid middel gekregen tegen vlooien. Ook omdat we een baby krijgen natuurlijk. En dat dan heel belangrijk is en omdat ze ook buiten komt. Verder heb ik daarna dus alleen maar in bed gelegen. En op de bank gezeten. Met koorts en muziek. Dus dat is echt heel erg bepalend. Ik voel me nog steeds niet goed. Maar... Ik had wel zo even lekker met z'n allen te ontbijten. Dus ik heb allemaal super lekkere dingetjes besteld. Dus ik zal even laten zien wat ik heb besteld. Sowieso ook wat dingen die niet per se voor nu zijn. Brood. Heel veel zin in Griekse yoghurt. Pancakes. Frambozen. Kipgilbers. Jonge kaas. Hiermee wilde ik even lekker een gembersapje maken. Ik denk gewoon dat ik steeds ongeveer... Even een half uurtje energie heb en dan weer instort. Maar dan wil ik wel iets doen, want van alleen maar in bed liggen voel je ook niet echt beter. Gember, ananas. Nou, we hebben nog allemaal fruit, maar hier krijg ik heel veel keelpijn van nu. Ik had ook kaneelbroodjes meegenomen, dus die hebben zij alvast gemaakt. Die gaan zo de oven in. En lekker croissantjes. Dit neem ik dus het liefste niet, maar nu moet het wel. Dus paracetamol. Eieren. Gisteren ben ik dus niet mee geweest naar de Griekse avond. Echt super jammer. Maar ik had dus wel zin in Grieks, dus toen heb ik tzatziki besteld. En tzatziki gegeten als avondeten en ze hadden kippensoep gemaakt. Dus dat was ook wel lekker. Maar nu heb ik echt heel veel honger, want het is 11 uur en nog niks gegeten. Wat heb ik nog meer? Melk, yoghurt. Heel veel van deze sapjes. Verse jus. Dit had ik dus gisteren besteld. Vet veel over. Kippensoep, dat ziet er echt nasty uit zo. Stom aan ziek zijn vind ik dus altijd. Zoals nu heb ik dan, nou sinds gisteren, het is nu 11 uur, sinds gisteren... 1 uur of zo heb ik letterlijk niets gedaan. Dus dan denk je van, oh, ik voel me weer iets beter, ik kan weer wat doen. En dan ben je dus 5 minuten bezig en denk je alweer, oh, ik wil weer in mijn bed liggen. En dan voel je alweer helemaal je verrot worden, maar ik wil ook vloggen. Want ja, ik kan niet, geen content hebben. Dus, maar niks gedaan en nu alweer helemaal bezweet. Jimmy, nog steeds heel erg hip. Je bent een beetje moe. Hallo. Ik heb echt het gevoel dat er ook vocht in mijn hoofd zit. En in mijn voeten al, van de zwangerschap. Maar mijn schoonvader komt zo eventjes om wat dingen te helpen naar beneden. Dus dat is heel chill. En ik heb even ons bed op marktplaats gezet. Het is hier nu echt een mega zooi. Dus dit is nu hier de status. Het bed is nog helemaal mooi en helemaal nieuw. Maar volgende week komt al het nieuwe bed dus. Ja. Deze wordt ook opgehaald maandag voor het tientje. En ja, het is lekker vol hier. Wie beneden? Ik ga dit even leegruimen. Oh, dit is de eerste keer dat ik de hele kast aan jullie kan laten zien. Ik zag het niet gebeuren hoor. Nee, ik zag het hoor. Wie? Want deze kast gaat dus daar naartoe. Nee, inderdaad. Ik heb hem verkocht. 10 euro. Dus hij moet naar buiten. Ze komen volgende week pas. Dus, ja. Dus als ik dit even leeghaal, dat kan ik nogal opbrengen. Ga ik daar nu weer lekker mijn bed in. Dan kunnen ze deze ook verplaatsen. Dus nu er dan mankracht is, is dat wel handig. Maar nog heel veel dingen die ik hiervan aan jullie moet laten zien. Nu kan het eindelijk, omdat het geslacht eindelijk bekend is. Het is alweer een paar uur later. Het is grappig, want als je dit ziet lijkt het alsof ik vet voor heb gedaan vandaag. Zo voelt het ook hoor, voor iemand die ziek is. Maar ik vind het lekker om toch iets te doen en dan daarna weer in te storten. Dus ik heb net weer lekker niks gedaan. Maar heel en zijn vader hebben echt lekker veel gedaan.
Ik heb dingen op marktplaats gezet en af en toe even wat stof gezogen. Dat was het. Oh ja, en een kast een beetje leeggehaald. Ik weet niet, ik voel me toch beter dan als ik de hele dag in mijn bed ga liggen. Maar ik heb me wel ziek gemeld van werk, want dan denk ik soms het gaat. Maar nu ook, nu lijkt het misschien alsof ik oké ben, maar zodra ik dan ga liggen ben ik helemaal verrot. Even kijken. Ja, dit is wat ik heb gedaan. Dit uit de kast gehaald. Ze hebben ook dit verplaatst. Ja, het is nu een en al chaos, maar ik wil juist ook dit filmen voor jullie, omdat het lekker real. Kijk, die staat nu daar. Perfect. Dat is met een vriendin overlegd die een baby heeft. En die zei ook, bedje beter niet bij het raam. En toen hadden we het gemeten en dit is echt perfect. Dit bed gaat weg. Die moet ook nog te koop. En dan komt, even kijken, waarschijnlijk in het midden het babybedje. En dan wilde ik daar misschien die hele chique ronddraaiende witte stoel. Maar ik denk dat het te krap gaat worden. Anders komt die beneden. Anders misschien het stoeltje die beneden staat hier. Ja, het bedje in de hoek is wat lekker, sorry. Oh jeetje, denk ik. Nee. Maar een stoel is ook wel leuk. Maar dan kan natuurlijk ook daar een stoel. Maar die deur moet ook helemaal open kunnen. Het is best wel klein, dus ik ben benieuwd. Maar ik ben blij dat de kast daar staat. Ik kan alleen nu niet echt erbij. Ik vind het in ieder geval een stuk ruimtelijker en ook leuk. Het oogt ook mooi met die spiegels. Deze kast hebben we dus jaren geleden al gekocht, ook met het oog op dat het dan uiteindelijk een babykamer wordt. Dit is zo zonde, want Poesie ligt hier nooit op. Terwijl, het is zo'n mooi kussen. Het is zelfs leuk om een baby op te leggen. Maar ja, nu is het dus echt een mega chaos overal. En het bed is al naar beneden getild. Veel mensen aan het bieden. Hier moeten we even dweilen en de matras neerleggen. En dan gaan we gewoon op de grond slapen. Tot het bed komt. Dat vinden we helemaal prima. We dachten, als zijn vader er dan nu toch is, beter meteen dat bed weg. Het is allemaal zooi. Ik weet dat ik ook gewoon kan kunnen zeggen, als ik ziek ben, ga ik niet vloggen. Ik wil gewoon heel graag niet zeggen, jongens, ik ben ziek, ik ga niks vloggen. Dus ik probeer gewoon nog steeds wat voor jullie te vloggen. Dus dit. En hij gaat zo lekker koken. Ja, ik wil in mijn hoofd heel veel doen. Ik wil ook nog allemaal leuke aankoopjes aan jullie laten zien. Maar ik verspreid het gewoon een beetje over de dagen. Als ik me iets beter voel, ga ik eventjes wat filmen. En dan ga ik weer even lekker in elkaar storten zoals nu. Hallo, het is maandag. Ik ben echt ziek. Gisteren, ja, dan ben je toch niet alleen. Oh, jeetje. En dan ga je gewoon, dan voel je je toch gewoon wat beter of zo. Maar nu ben ik dus alleen helemaal ingestort. Ik vind het altijd zo lastig. Want als ik zo praat, lijkt het alsof ik me heel erg aanstel. Maar dat doe ik niet. Ik wil niet harder praten dan dit, want dat is echt pijn. Hi. Ik heb toch het gevoel dat ik dan moet vloggen of zo. Het is 1:00. Ik heb de directeur ook even gebeld. Ik heb me gewoon afgebeld voor deze week, want het moet echt beter worden. En vandaag ben ik dus 19 weken zwanger en is de baby een banaan of een ananas of een mango. Elke app zegt wat anders. Morgen heb ik dus 20 weken echo. Die ga ik zeker niet afzeggen, dat is heel belangrijk. Dat is hier ook heel dichtbij. En het is grappig dat je dan gisteren eigenlijk zo goed voelt, omdat je dus onder de mensen bent en zo. Dat je dan doorgaat en als je dan dus alleen bent, dat je dan weer helemaal instort. Ja, maar ik heb geen koorts meer, dus dat is fijn. En ik vind het morgen spannend. Ik hoop echt dat alles goed met haar is. Ja. Normaal trouwens, als ik ziek ben, ga ik dus echt 10:00 naar bed of zo. En dan slaap ik gewoon tot 12:00 's ochtends. Dan word ik wel steeds wakker. Maar dan slaap ik heel lang en dan word ik sneller beter. Maar dat lukt me dus niet door die zwangerschap. Ik merk dat ik niet kan uitslapen. Maar ook, ik zette net op Instagram, ik heb dus heel erg last van rusteloze benen. Ik moet echt even kijken naar magnesium en ijzer en zo. Ik had thuis wel magnesiumolie van de Action. Het is niet de allerbeste, denk ik, maar ik vond dat zo'n naar gevoel. Het plakt zo erg, maar het is wel goed. Dat heb ik hier niet. Maar vannacht kon ik dus ook gewoon voor 1:00 niet slapen. Moet ik dan rond 10:00 begint het helemaal zo rusteloos te worden. Ja, als je het kent, dan ken je het wel. En dan kan je dus niet slapen, dus die combi met ziek zijn. Normaal ben ik niet zo lang verrot, dus het komt echt ook wel een beetje door de zwangerschap. Nu ook, het is nu 1:00, bijna.
En ik ben dus al sinds ze heel naar zijn werk ging opstond wakker. Dus al sinds 7 uur of zo. En dan lig ik hier in bed. Maar ja, daar word je ook niet echt beter van. Maar ik kan dus niet slapen. Nu heb ik geen rusteloze benen hoor. Maar ik kan gewoon minder makkelijk slapen. Soms denk ik echt, waarom zet ik dit dan op internet? Maar ja, het is wel het leven. Of hebben jullie iets van vlog dan maar niet? Ik weet het niet. Ik doe in ieder geval mijn best. Dus duimpje omhoog, reactie, love, dank je. Maar, ja, ik weet niet meer wat ik zei. Ik ga eventjes lekker yoghurt eten, want sinds ik zwanger ben, kan ik er tegen. Veel beter nu de kast trouwens hier staat. Echt zoveel beter. Dit bed gaat natuurlijk nog weg. Voor deze kleine fluff is het wel leuk dat er iemand thuis is. Het is natuurlijk fijn dat ze nu hier woont, waardoor ze nooit meer een dagje alleen is. Maar ik was natuurlijk wel vaker overdag thuis en haar werkt elke dag. En zij is echt, ze was goed verrot door die vaccinatie. Ze was echt heel moe. Vannacht ging ik bij jou zitten, hè? Weet je nog? Ik mag dit dus nog niet aaien, want hier zit nog die dinges. Ik kwam lekker bij jou zitten vannacht, want ik kon niet slapen. Ik krijg wel heel veel goede tips op Insta binnen. Ik zal ze daar ook even delen. Zal ik even de deur open doen, dat we even allebei naar buiten kunnen? Ga ik eerst even wat yoghurt maken. Dat is lekker. Dan kan jij weer even lekker buiten spelen. Kleintje. Ik had trouwens een verschoonkussen besteld op Bol. Deze is van Jolijn. Maar we vinden hem heel erg groot. En ook best wel slap. Ik had een leuke teddyhoes van Meiko besteld. En ik dacht, die past perfect bij deze maat. Maar ik heb er nu een van de Hema besteld gisteravond met 20% korting. Die komt als het goed is vandaag al. Die is dan net 5 bij 3 kleiner. Ik vind deze wel heel groot. Misschien handig voor als ze groter is, maar we hebben niet zoveel ruimte, dus liever niet te groot. Dus deze gaat gewoon weer retour. Ja, ik had ook in de winkel kunnen kijken, ik weet het. Maar ik had hem gewoon even besteld. Zo, ik vind het dus zo bijzonder dat je dan tijdens je zwangerschap ineens lactose en koemelk kan verdragen. Het komt gewoon echt, je baby die pakt al je calcium. Het moet een volledig lichaam gebouwd worden, dus het is gewoon nodig. Ik vind dat zo bijzonder dat je daar dan tegen kan. Ik had gisteren wat rood fruit apart gehouden van het ontbijt. Want ik weet, als we met mijn bonusdochter gaan ontbijten en ik zet alles op tafel, dan is het binnen no time op. En ik wilde vanochtend ook nog eventjes yoghurt kunnen eten. Dus dit had ik alvast apart gehouden. En dit zijn dus de allerlekkerste walnoten. Muesli. En dan vroeger deed ik er wel eens honing bij. Omdat ik ook suikervrije muesli trouwens. Maar ik hou niet meer zo van zoet nu ik zwanger ben. Dus dit is mijn brekkie. Lekker. Hier zijn zowel ik als de kleine meid in mijn buik blij mee. Lekker rood fruit. Dit is ook zo belangrijk voor haar. Die walnoten. Yoghurt. Ik ga even vitamine D in het zonnetje. Hoppa. Hallo, het is inmiddels al 19:30 of zo. 19:45. Ik heb niets gedaan, alleen maar uitgeziekt. Maar soms wil ik even wat doen. Dus ik dacht, ik ga eventjes het tweede behangetje knippen. Wat we hebben. Hij is waarschijnlijk voor onze slaapkamer. Heel misschien voor de andere muur. In de babykamer. Het is gewoon een beige. Basic behang met een licht patroontje. Maar ik dacht, ik knip hem vast. En dan kan hij weer eventjes terug worden. Ik kom nu in van Marktplaats. Ik zie de oude kast van mijn bonusdochter halen voor 10 euro. Staat hij er nog? Ja. Oh. Die komt niet. Ja, dat. Ze willen hem al een week. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet komt. Ja, ze wilde hem super graag. Het is wel even gestuurd dat ze later is. Dan geef ik hem morgen aan de kringloopwinkel. Ik denk toch niet dat ik dit nu ga knippen. Nee, wel. Ja, ik snap Marktplaats niet. Het lijkt wel een soort app waarin het getolereerd is om niet netjes te zijn of zo. Ik weet niet. Ja, waar. Ja, het is gewoon. Dan zwaan natuurlijk een smoes. Je kan gewoon na een week gereserveerd, kan je gewoon bijvoorbeeld nooit meer wat laten horen. Dat is gewoon normaal op Marktplaats. Ja. 20 minuten te laat. Nou, allemaal dat soort dingen. Je kan mensen gewoon uitschelden omdat je het niet eens bent met de advertentie. Zo raar, hè? Niet mooi. Nee. Je hebt niet voor niks een Instagram pagina die heet Marktplaats de Biele. Ja. Ik had er nog expres een berichtje gestuurd 2 jaar geleden van tot zo,
zei ze tot zo. Dus... Ik denk dat ze wel komt. Meestal voel je of mensen komen. Bij bed dacht ik al, ze gaat niet komen. Toen stuurde ik, gaat het door, want er zijn meerdere geïnteresseerden. Oh, doe maar naar die ander dan, het moet Sint Maarten vieren. Dat ze super graag het bed wilde hebben. Is dat raar? Ik snap dat niet. Ze kan ook gewoon zeggen, kan ik de volgende week komen? Ja. Ik zei al, nou, ik heb echt niet vanavond al iemand hoor, dus het kan ook morgen of zo. Maar doe maar die ander. Ja. Ik snap het ook niet. Ik wil je niet heel graag. Nee. Oh, ik vind het wel een mooi kleurtje. I put my head up on my hips. Dan heb ik al 4 dagen dezelfde kleren aan. Waarom moet jij die aardappels kopen eigenlijk? Oh, weet ik eigenlijk niet. Dat is wel waar. Geen idee eigenlijk. Gewoon totaal niet bij nagedacht. Of we zitten ze er al meer dan een half uur in. Hoe ga je dit patroon ooit goed krijgen? Dat is toch niet te doen? Ik denk uitlijnen van boven, toch? Want dit kan niet. Zo'n klein patroontje. Ik kan mijn laptop niet vinden. Ik heb hem ook gezien. Ik heb hem nog geen seconde aangeraakt sinds ik hier ben. Ik dacht, ik ga maar even make-up opdoen, haar wassen. En ik heb ook de termijn-echo straks, dus ik dacht, dat is misschien even beter. De commode is net bezorgd door de kringloopwinkel. Verder heb ik weer tot 2 uur geslapen of zo. Maar ik dacht, ik ga me nu even aankleden. En zo. Vanavond is het dus de 20-weken echo waar ik echt... Nou, ik ben nu gewoon ziekig, maar ik heb er in feite heel veel zin in. Ik vind het ook spannend, maar ik ben gewoon nu even niet lekker. Dus. Maar goed, ik heb trouwens een hoeslaken besteld. Die ik ook in mijn huis heb. Van 1,80, maar deze is 200. Op morgen komt dus het bed. En een verschoningskussen. Ook bezorgd. Deze is gewoon van de HEMA. Voelt niet echt goed of zo, maar volgens mij zijn ze allemaal zo. En ik had dan een leuke teddyhoes gekocht voor hierbij. Nou, dat was het weer. Kijk, we gaan de mega pasta eten die ik van mijn vader heb gekregen. Pesto. En chicken van de boer. Daar gaat hij. Oh, hij moet natuurlijk niet helemaal erin, hè? Oeps, nu al gedaan. Kan je het morgen naar je werk meenemen? Het gaat altijd aanbranden aan de zij. Oh, hij gaat heel... hij is heel dun, zodat hij heel snel gaat instorten, denk ik. Lekker. Het is bijna zover. Over een half uur gaan we weg. Het begint toch een klein beetje zenuwachtig te worden. Het is grappig dat je dan je hele ziek zijn vergeet je dan op zo'n moment. En dat je dan helemaal de... Ik krijg alweer buikpijn en zo. Echo. Ik vind het toch wel onbewust altijd heel spannend. Dus ik filmpjes te kijken. Iemand die ineens te horen krijgt dat ze een jongen krijgt. Iemand die ineens hoort dat ze een tweeling heeft. En dat is natuurlijk allemaal leuk. Maar je kan ook slecht nieuws krijgen. Vocht bij de nieren. Het kleine hoofd, het grote hoofd. Gewoon allemaal. Ik vind het zo spannend. En ik heb zoveel zin om haar te zien. En ik baal ook dat ik niet lekker ben. Omdat dit is... Ik denk wel een van de leukste echo's die je kunt hebben. Het haar, ik vind het wel... Er is echt niks van over van mijn haar. Ik had zoveel haar. Nee, oké. Ja, ik had me graag gewoon helemaal goed gevoeld zoals ik me tot nu toe echt bijna elke dag voelde. Dat ik helemaal kan genieten van die echo. Dus ik hoop dat ik dat wel gewoon kan. Komt vast goed. Als het goed nieuws is, in ieder geval genieten. Maar ja, daar mag je dus niet filmen. Je mag wel altijd daarna eventjes filmen, dus... Spannend. Mijn bonusdochter is net weg. En ja. Die gaat niet mee, dat mag ook niet. Die moest nu weer naar de moeder, maar die mag ook niet mee naar de medische. Maar we gaan daar nog wel een pret aan gaan doen. Daar gaan we. Ik heb toch maar even een paracetamol genomen tegen de hoofdpijn, want ik wil niet... Ik wil gewoon even helemaal op mijn best voelen en echt kunnen genieten. Ervan uitgaan dat alles goed is van het moment. Want dit is gewoon de laatste officiële echo die ik krijg. Dat is echt bizar. Dus die werkt hopelijk op tijd in. Ik vind het lastig, want soms heb ik het idee dat ik wel wat voel, maar mijn placenta ligt voor. Dus
Ze zeiden dat het lang zou duren. Draait ze de koppie. Oh ja. Hey, schat. Ik heb haar achterhoofd dus niet. Dan is het heel lief hoor. Minder snel dan de vorige keren. 150 zit hij. Ja. Eerst was het echt 170, toen iets van 164. Ja, je ziet heel duidelijk die neus. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat er echt uitziet. Ja, schattig. Ze de hand op haar hoofd. Met de vingertjes. En de andere handje ligt ook lekker omhoog, maar de handen op haar hoofd gelegd. De ribbelkast. Midden neusje. Schattig, je ziet wel echt een babytje. Jippie. Geen afwijking, ja. Alles is goed. Het is super schattig. Ik vind dus echt dat ze op Olivier lijkt. Het doet me denken aan Olivier vroeger. Je ziet al zo erg hoe je kind eruit gaat zien. Zit dat al helemaal te hebben over op wie lijkt ze nou? Je ziet echt zo'n kinnetje. Dan zie je dit best wel aanwezig aan een mini onderlipje. Terwijl ik heb een best wel dikke onderlip, maar haar heeft ook best wel lipjes. Heel schattig neusje. Maar mijn neus was vroeger ook heel schattig. Die werd pas op de middelbare school groter. Het is gewoon zo cute. Maar het allerbelangrijkste, ze is gezond. En dit is een meisje. Dat klopte. We hebben echt het hamburgertje gezien. Maar er is geen enkele afwijking gevonden. Ik vind het zo onvoorstelbaar dat we vanaf nu gewoon helemaal kunnen genieten, Dekel. Maar ik vind het eigenlijk, ik kan het al niet geloven dat je vanaf nu ervan uit kan gaan dat je kindje helemaal gezond is. Hoe dan? Ze was weer super lui. De enige idee was dit. En verder niks. Haar hoofd ligt hier. Ze draait zich dus wel om, alleen nooit als ze haar zien. En ze is elke keer super goed te zien op de echo's. Nu gaan wij het even lekker vieren en ook even instorten en heel lekker slapen, denk ik. Ik vind ze echt op Olivier lijken. Ze doet me aan Olivier denken. Ineens, ik ken haar ergens van. Toen dacht ik ineens, dit lijkt op mijn broertje vroeger. Hij was vroeger heel fijn en heel schattig. Ze is helemaal gezond. Ik vind het ook echt onvoorstelbaar dat ik nu op de helft van mijn zwangerschap zit. Ik vind het niet normaal. Ik denk dat ik heel lekker ga slapen. Ik moet eigenlijk even iedereen bellen, maar daar voel ik me niet lekker genoeg voor. Dus dat doe het gewoon even met een appje dit keer. Ja, en dan het bed wordt zo opgehaald door iemand via Instagram. Ik voel de hoofdpijn alweer opkomen. Gaan we het lekker rustig vieren, in elkaar storten en heel blij zijn. Good morning, het is 11:30. Deze griep duurt lang. We zijn deze hele week om 9:00 naar bed gegaan, dus we gaan heel vaak vroeg naar bed. En toen Hannah naar werk ging, zei ik echt, oh my god, ik voel me zo slecht. Helemaal oorpijn erbij gekregen ook. En ik ben gewoon weer gaan slapen. Het is gewoon de enige oplossing. Slapen, slapen, slaven, slapen. Nu is het dus 11:30. Ik lig hier met Poesie. Bed komt vandaag. Die ga ik even aannemen. En dan ga ik wel weer richting mijn eigen huisje. Maar ik had echt... bizar. Hoe lang het duurt. Het is zaterdag, hè? Dat is echt niet normaal. Ik heb ook mijn afspraken afgezegd verder voor de week. Ik moet echt uitzien. Ik wil maandag al weer fit op mijn werk zijn. Komt het door de zwangerschap dat het zo lang duurt? Ik denk dat het komt door slecht slapen. Ik ben vannacht ook naar beneden gegaan om 4:30. Ik kon echt niet slapen. Heb ik een banaan gegeten. Toch weer paracetamol genomen. Toen nog eventjes geslapen tot 7:30. En toen in de ochtend gewoon steeds nog een beetje gedut. En geslapen. Elke keer dat ik vlog voel ik me op mijn best.
Maar vanochtend, Johan, ik lag te hoesten en te snotteren en hoofdpijn en oorpijn. Echt, dat ik echt dacht, huh? Hoe kan het nou zo lang duren? Ik snap er helemaal niks van. Bent het gisteren opgehaald? Dat heeft haar allemaal lekker geregeld. Bed wordt rond 2 uur bezorgd. Ik vind het vloggen heel lastig. Want ik denk, ja, je bent ook niet op je werk. Dit is ook werk, dus waarom vlog ik dan wel? Je bent ziek en het komt op een vlog misschien over alsof je je best wel goed voelt, terwijl ik echt wel ziek ben. Dus ik kan ook voor kiezen om gewoon niet te vloggen, want ik ben ziek. Maar ik wil ook weer, vloggen is je leven, dus ik wil ook weer mijn leven filmen. En als ik dit edit, denk ik waarschijnlijk, waarom film ik dit allemaal? Bla bla. Maar goed, ik hoop dat jullie het waarderen dat ik alsnog dus wel heb gefilmd. En niet donderdag, vrijdag gefilmd, zaterdag naar de dierenarts en dan dit is het einde van de vlog, doei. Er is ook best veel gebeurd in de dagen dat ik ziek ben. Best wel veel nuttige dingen. Niet heel erg door mij, maar... ja. Gisteren na de echo voelde ik me helemaal hyped. En helemaal goed. Ik echt dacht, ik zie trouwens, mijn ogen zijn zo slecht. Ik zie mezelf niet eens op het schermpje. Wat een charmante... Oh. Charmante shots ook de hele tijd. Ik ga zo ook even al het beddengoed lekker hier in de wasmachine gooien. Maar in ieder geval... Ik merk toch dat je dan, doordat je niet lekker bent, je er toch minder van kan genieten. Maar ik was gisteren wel heel hyped, maar niet echt heel goed kunnen nagenieten. Ik heb wel een heel leuk cadeautje besteld voor onze dochter. Ik dacht, dat is leuk en als aandenken voor de 20 weken echo. Dat zou ik laten zien als het binnenkomt, maar ik bestel alles op dit adres en ik ben hier pas volgende week weer. Maar ik had zo graag lekker de commode willen schuren en allemaal dingetjes willen doen. Bovenal weken zwangerschapskleding kopen, maar het komt er gewoon niet van. Ja, het is lastig, want je wil dus niet zielig doen in je vlog, want ik ben ziek. Maar ik ga ook niet nu doen alsof ik niet ziek ben. Maar ik wil wel vloggen. That's the difficult thing. Maar ik heb op zich wel wat leuke beelden in deze vlog. En ook best wel wat veranderingen in het huis, dus dat is wel erg leuk. Ja, ik ga even mijn douchen en alle beddengoed in de was doen. En dan komt straks het bed in deze kamer. Dus ik hoop dat die mannen dit matras willen optillen. Want ik doe wel echt voorzichtig met dat soort dingen tillen. Dan is de vlog alweer bijna ten einde. En dit is dus nu de kamer. Echt zo heel goor. Ziet het eruit. Dit zijn de spullen die straks lekker in het bed kunnen. We moesten opbergruimte. We dachten gisteren ook toen we het bed wegdeden van jeetje, dat bed was nog zo goed en zo mooi. Maar we hebben die ruimte gewoon nodig. Dat soort beddengoed en nog veel meer dingen kunnen gewoon lekker allemaal in dat bed. En ik had trouwens een zwaartedeken geprobeerd voor mijn benen, maar ik weet niet, ik heb het er niet zo mee. Magnesiumolie komt wel binnen vandaag voor onder mijn voeten. En ik ga lekker nu onderlaken wassen en alles wassen en doen. En dan weer lekker in elkaar storten tot het bed komt. Ja, er is zoveel was. Ik wil gewoon als je ziek bent geweest of ziek bent, in ieder geval ik ga nu weer weg, wil ik wel gewoon even dit allemaal wassen. Maar het houdt niet op met de was. En Heel doet echt alles. Maar ik vind dat nu heel erg zielig. Dus ik ga nu even met mijn beetje energie even wat wasjes draaien en uithangen. Wit wasje, ook met het nieuwe onderlaken. Mocht hij vanavond op het nieuwe bed willen slapen. Ik had trouwens wasmiddel besteld bij de Hema. Nooit eerder geprobeerd. Maar die was 1 plus 1. Ja, Heel is altijd super lief. Die laat me dan helemaal... Die neemt dan gewoon heel veel taken over. Ook als het qua zwangerschap niet lukt of zo, maar ik vind het toch wel even fijn om... Ik kan af en toe wel even wat doen en daarna weer lekker instorten. Er is nog heel erg veel was. Hallo, ik heb gedoucht. Helemaal kapot van douchen, wajo. Ik vraag me trouwens af of mijn pigmenten lekker erger worden door de zwangerschap. Ik heb nu het idee van wel. Sowieso de wallen, maar dat is door het ziek zijn en zo. Ja, ik vind ze wel best wel aanwezig. Ik heb er wel eens lekkerder uitgezien. Maar goed, it's okay. Heel jammer dat we het behang niet hebben kunnen afmaken. Dat wilden we dus dit weekend doen. Maar ja, daar had Heel mij voor nodig. En dat ging gewoon niet. Hier zat een wasje die haar heeft uitgehangen. Maar kijk, we moesten die laatste baan nog doen. Maar dat, ja, dat gaat gewoon niet. En had ik al gezegd dat de kast hier stond? Ja, hè? Mensen denken trouwens dat ik heel veel kleding heb. Maar het valt er zo erg mee. Dit is namelijk allemaal tot 1 jaar. En dit is bijvoorbeeld 3 jaar. Dat heb ik heel lang geleden al een keer gekocht. Maar... Kijk, hier hangt al maat 62. Dus het is echt... Ja, dit stukje is iets van 50, 56, 62. Ah, oké. Okay. Sommigen zullen het heel veel vinden. Ik vind het wel meevallen. Het is, denk ik, 6 per maat of zo. Zoiets? Of iets meer? Nou, ik denk 6 per maat. 1,5 uur later heb ik tv gekeken en ontbeten.
Nu ga ik even de was uithangen. Kun je meubels überhaupt laten bezorgen zonder dat je hele huis beschadigt? En deze ziek mooi gedane gang weer ook helemaal... Ik word er zo verdrietig van. Het bed is er, maar ik viel echt in slaap. Ik dacht echt, oh, wanneer komen ze nou? Het is 8:04. Uiteindelijk belden ze ook niet een half uur van tevoren. Zo irritant altijd. Ik stond ineens voor de deur. Echt beunhazen. Zoveel schade gemaakt, terwijl ik er de hele tijd bij stond. En dan, mevrouw, ik kan niet voorkomen dat er schade is. En ze zeggen, het past niet. Hè. We hebben een schoolwaar van 74 of zo. Heeft een boxspring naar beneden getild van 220. Hoofdwoord 220. En deze is 2. Dacht, het bed kan nu wel komen aangezien ik hier toch ben. Scheelt weer vrij moeten nemen van je werk voor haar. Maar, oh, wat is het toch een ellende. Zoveel schade hebben ze gemaakt. En zo frustrerend dat je niet... Ik zei, ik mag niet tillen, maar ik had zo erg de behoefte om te helpen. Dat ik gewoon zag dat het makkelijk paste. Hé, daar ben je, poesie. Makkelijk. En nu staat alles dus nog beneden. Ja, goed. Dit staat hier. Het is echt... Oh, het huis wel achterlaten. De wasjes zijn wel gedraaid. Ik ga lekker naar huis. Voorzichtig rijden. En ze kwamen heel laat, dus nu sta ik in de file. Oh, leuke positieve vlog. Hij is bijna ten einde. Oh, hoe kan een mens zich zo lang beroerd voelen? Ik begrijp het niet. Normaal ben ik echt niet zo lang verrot. Ik heb vrijwel niets gedaan. Ik ben helemaal bezweet. Ja, het liefst zou ik hier gewoon lekker blijven en weer op de bank gaan liggen. Maar morgen komt de fotograaf voor mijn huis. En daar moet ik toch echt thuis voor zijn. Dat soort dingen gaan gewoon door. Dat kan je niet gaan afzeggen omdat je ziek bent. Maar verder lekker rustig weekje. Doei, poesie. Dan zie ik haar pas weer over meer dan een week. Ja, het was het weer. Ik ga lekker thuis mijn bedje in. Daar ben ik dan. Het is altijd de vraag als ik thuis kom, hoe heb ik mijn huis achtergelaten? Kan ik me nooit herinneren. Ik dacht ook dat het heel koud was, dat ik de verwarming had uitgezet. Maar de bedoeling was natuurlijk niet dat ik nu pas terug zou zijn. Want de bedoeling was niet dat ik ziek zou zijn. Ik heb ook elke dag hetzelfde aan, ik had bijna geen kleren mee. Ik had hem om 18 gezet. Omdat ik... Ik ging vrijdag weg en ik zou maandagavond weer terug zijn. Sommigen zouden het misschien helemaal uit hebben gezet. Maar ik denk altijd... Voor mij is dat ook duur om het uit te zetten. Ik merk wel dat ik meteen rust in me als ik nu hier ben. Want ik dacht helemaal van ik moet nog zoveel opruimen. Maar dit huis is zo ontzettend netjes. Het is echt bizar. Ik ben nu even langs de supermarkt gegaan. Ik had echt geen zin. Maar ik dacht ik moet even fruit kopen voor die fruitschaal. Want ik wist dat mijn fruitschaal niet echt meer vol was. Maar precies wat ik heb gekocht had ik nog. Dit had ik nog. Ik had juist dus bananen. En die heb ik net heel veel gekocht. En ik dacht, dat vult het lekker op. Roldekar, ja, de robotstofzuiger. Zou ik dus het liefst aan willen zetten. Het liefst ga ik die installeren, want dan is mijn vloertje wel extra mooi schoon voor de foto's. Hoewel ik me afvraag of je het ziet. Dus ik kan het ook laten. En dan hebben we lekker weer de roldekar, zodat we niet zoveel hoeven te tillen. En dan moet ik altijd weer alles gaan uitruimen. Dit keer valt het mee. Maar dit is dus elke week. Dat gaat toch maar langs de winkel, want dan heb ik ook even wat ontbijt en zo in huis. Dat is toch wel prettig. Dus, maar ik had het echt voor mezelf heel erg groot gemaakt dat ik heel veel moest gaan opruimen. Maar ik moet letterlijk wat dingen aan de kant zetten. Eigenlijk valt het reuze mee. Ja, dit huis is gewoon echt, dat je denkt, waarom doe ik dit huis weg? Maar ja, ik wil gewoon mijn leven helemaal daar hebben. En dit is echt een soort van, dat vriendinnen ook zeggen, wat Rebecca of zo ook zei van, wow, ik wil hier echt gewoon zitten om even tot rust te komen en te chillen. Het is gewoon heel erg netjes hier. Terwijl, ik heb hier echt ongelooflijk veel spullen, dat weet je. Want als je me volgt, dan weet je dat. Even mijn raam dicht. Wat een stilte, wat een rust. Ja, ik heb zoveel spullen. Je ziet er helemaal niks van. Heerlijk. Toilettas. Ik laat die bouldercar expres staan. Want dan kan ik morgen ook dingen die ik weg moet zetten voor de fotograaf in mijn bouldercar doen en dan even buiten zetten. Maar ik moet echt oppassen dat ik niet mijn muren ga beschadigen. Want ik heb heel veel schade gemaakt met die bouldercar. Ik snap niet hoe mensen niet kunnen tillen als ze zwanger zijn hoor. Genoeg uitruimen, maar het valt dit keer nog mee. En verder, ja, er ligt wat was. Dat wist ik niet meer precies wat. Ik
was inderdaad, vorige week had ik mijn onderlaken gewassen. Nu had ik lekker mijn hoeslaken gewassen. Ik zou het eigenlijk moeten strijken voor de zomerbuik voor de foto morgen. En ik had mijn zwangerschapskussenhoes gewassen en wat theedoeken. Volgens mij heb ik verder geen wasjes, dus dat is fijn. En Hiel heeft ook geen wasjes meer. En zelfs in deze trui. Mega. Belly. Kijk. Babytje zit er lekker in. Ik heb de echo helaas niet bij me. Ik heb hem ook nog niet in het boek geplakt. Want ik dacht, het is leuk als mijn bonusdochter hem nog even daar kan zien. En ik vind het eigenlijk ook nog wel leuk om even een foto met de echo te maken. Dat ook helemaal niet gedaan, omdat ik natuurlijk ook niet lekker ben. Voordat ik hem erin ga plakken. Maar wat een ongelooflijk fijn huis is dit, zeg. Dat je echt denkt, oh, ik wil dit niet wegdoen. Dit is zo'n prettig huis. Kan het, hè? Ja, dit huis is fantastisch. Heerlijk. Oh, ik ben echt blij dat ik thuis ben. Gewoon even rust, want ik stuur dat naar haar van, je gaat het echt lekker vinden als je dit weekend hier bent. Want het is natuurlijk, we zijn zo druk bezig in Zoetermeer. Het is natuurlijk één chaos, omdat we het alleen maar heel erg mooi gaan maken, het huis. Uiteindelijk wordt het er ook helemaal netjes en het zal nooit zo opgeruimd worden als hier, want hier woon ik alleen. Maar het is wel even lekker dit. Ik denk voor hem ook. Het is zo druk. Hij zei het ook, we zijn zo druk bezig de hele tijd. Dus ik vind het wel echt heel lekker om even hier te zijn. En ik denk ook met het uitzieken dat het ook wel even heel lekker is. Dus dat is wel een privilege dat dat kan. En dit zijn mijn boodschappen. Sommige heel gezond, sommige wat minder. Ja. Ik word ook zo blij van al die beige kleuren hier. Zo. Ik ga hier heel lekker op. Ik ga het huisje wel echt missen. Maar ik heb wel echt gewoon super veel zin om weer samen te wonen. Het liefst ben ik wel gewoon lekker daar. Alleen ik vind de rust van dit huis nu ook wel even heel lekker. En ik zie gewoon hoe ontzettend mooi het is. Ja, logisch. Het is helemaal nieuw. Het moet wel goed komen met de verkoop. Oh ja, ik had dus ook al lekker mijn vloermatjes gewassen. Maar ik denk dat de makelaar zegt dat je beter de badkamer en zo, ja, weet ik wel zeker, zonder die matjes kan doen. Dus dan doe ik die ook even in de bolderpan. En ik heb wel echt een stuk gezonder gegeten. En heel vroeg naar bed geweest elke dag. Dat is wel heel goed. Dus alleen dan ga ik toch vaak laat naar bed. En ik heb daar gekookt. Heel heet gekookt. Dus dat is wel top. Dat doe ik hier dus nooit. En ik ontbijt, heb echt elke dag ontbeten. Ik had natuurlijk heel veel tosties en zo een tijdje. Maar ik lust weer alles qua zwangerschap. Dus ik eet best wel veel gewoon rauwe groenten. Dus dat is heel goed. Maar ik heb ook elke dag, ik eet nog eigenlijk roggebrood met kaas. Yoghurt met fruit. Mijn walnoten. Muesli. En ei. Ik heb helemaal geen brood. Oh ja, soms eet ik wel een croissantje. Dat is wel een beetje mijn craving. Ik ga even mijn ijsblokjes lossen. Ik eet tot nu toe nog steeds heel gezond. Ik was wel bang eventjes dat ik was aangekomen. Ik ga morgen even wegen. Ik heb ook meer dan 2 weken niet gesport. Dus, daar kom je zeker niet van aan. Ik wil je eerder van af, maar als je geen kracht doet. Alleen, dat zie ik gewoon heel erg aan mijn lichaam en dat voel ik ook. Dus ik hoop dat ik vrijdag weer lekker kan sporten. Morgen is het alleen maar de fotograaf en editen. Verder kan ik dan gewoon nog lekker uitzieken. Vrijdag komt heel aan het eind van de dag en heb ik Lotte dus afgezegd. Dus dat komt helemaal goed. Dus ik denk dat ik best wel snel weer de oude ga zijn. Nu ik ook lekker rustig hier ben. Dus toch ook onrust voor je hoofd als je weet dat je nog heel veel moet doen. En ik merkte toen ik wegging dat ik dacht, oh nee, moeten we niet in het weekend ijsblokjes in Zoetermeer zijn. Gratis. Want we hebben daar nog zoveel te doen. En dan heb ik ook heel veel zin om dat te doen. Als je weer beter voelt. Maar nu ben ik hier. En kan je niks doen. En hier is het enige wat ik kan doen. Inpakken. Dus dat geeft ook heel veel rust aan je hoofd. Nu begin ik wel hoofdpijn te krijgen. Dus moet ik even gaan stoppen met vloggen. Maar goed. Ik probeer wel veel te praten. En jullie niet teleur te stellen met geen vlog. De fruitschaal ziet er mooi uit. Kijk eens aan. Dan laat ik die even achterwege. Misschien maak ik hier wel even lekker een bananenbroodje mee morgen. Of zelfs die man weg is. Of vrouw. Dat zou ook wel weer een keer lekker zijn. Ik heb havermout. Oh, ik heb geen melk. Dat ben ik vergeten. Havermelk. Want ik heb deze hele week geen matcha gedronken. Want ik dacht, ik ben ziek. Beter geen cafeïne. Dus ik heb sinds zondag al geen cafeïne meer op.
Maar dit moet ik even mooi doen, dan is het wel een goede schaal. Oh, die kruidnotenpoffertjes zijn echt lekker. Moet je niet te veel van eten, want het is wel heel zoet. Vooral met kaneelsuiker, maar... Het komt zo tempel over. Echt yummy. Zo, ik heb lekker in het zwangerschapsboekje van moeder zitten lezen. Superleuk. Serie gekeken en nu ga ik lekker slapen. En ik wou zeggen, die Sophia May Tanning Mist werkt wel echt heel goed. Ik had het vanochtend dus opgedaan. Nou, je weet hoe belabberd ik eruit zie, maar ik ben wel echt bruiner. Dus hij is wel echt goed. Ik weet alleen niet hoe lang hij nou blijft zitten, maar dat komt ook omdat ik mijn gezicht toch wel elke dag heel grondig reinig. Maar ja, heel goed. Ik zit de hele tijd te niezen en te snotteren. Dus ik ga lekker naar bed. Ik moet mijn bedden opmaken. Dom. En ik heb dus niks opgeruimd in huis, want ik was te moe. Dus ik ga het allemaal morgenochtend wel doen. Komt vast goed. Dat zien jullie in de volgende week vlog. Ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het nog een beetje leuk was. Niet te deprimerend. Het is altijd te lastig om balans te vinden tussen realiteit en moet ik het plaatsen of niet. Maar goed, whatever. Het zal wel. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Maandag komt er nu wel een extra video. Want vorige week, deze week niet, omdat ik er al 3 had geplaatst vorige week en ziek was. Dus oké, doei. Laat een reactie achter, duimpje omhoog en tot maandag. Of op Instagram. Doei.